Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat er wolkenvelden over het land liggen. Boven de Noordzee liggen ook wolken en die kunnen met name de kustprovincies binnendrijven. In de loop van de dag breekt de zon van tijd tot tijd wel door. Dat gebeurt met name in het zuidoosten en zuiden van het land. Uiteindelijk wordt het zo'n 20 graden in het noordwesten, tot lokaal 24 of 25 graden in het oosten en zuidoosten. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Komende avond dan gaat de bewolking zich geleidelijk aan weer over het land uitbreiden en het kan ook nevelig en mistig worden. Morgenochtend beginnen we dan opnieuw met veel wolkenvelden en lokaal nevel of mist. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon van tijd tot tijd door, maar in het noorden en noordwesten kan het wel eens de hele dag grijs blijven. Het wordt 20 tot 25 graden bij een matige noordelijke wind. Op dinsdag een haling van zetten, de meeste bewolking in de ochtend. En in het noorden van het land, in het zuiden, de meeste zon: het wordt 20 tot 24 graden. Op woensdag wordt het warmer: 21 tot 27 graden. Maar donderdag neemt de kans op onweersbuien weer toe. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.